Daar staat Rob Diepering klaar. Dat is de scheidsrechter van vanavond bij de vroege wedstrijd van de woensdag. Over een paar minuten de aftrap. Utrecht kijkt uiteraard omhoog. Want dat heeft de laatste 7 wedstrijden in de Eredivisie al niet meer verloren. Dus mag je dan ook optimistisch zijn over de kansen van de Utrechters in de laatste weken. Om misschien wel een paar plekken te klimmen. En dat zou een aantal wedstrijden aan het einde van het seizoen schelen. En ongetwijfeld een trip naar een Spaans oord opleveren. Utrecht heeft die besoignes. En bij VVV bevinden ze zich momenteel in het niemandsland van de middenmoot. Maar de 8e plaats, dat zou ook nog wel eens de play-offs kunnen betekenen. Die is natuurlijk niet ver weg als er vandaag gewonnen wordt van FC Utrecht. Daar gaat Kleiber. Kleiber kan zo doorlopen. Dit wordt de eerste grote kans. Kleiber legt hem keurig breed. Ach, dat is goed gedaan. Maar de verdedigende actie mag er natuurlijk ook zijn van Dekker. Na 5 minuten was dit de grootste mogelijkheid. Demarrage van Kleiber. Van der Streek die er niet in slaagt om die bal langs de doelman. En vooral langs Dekker te schuiven in de reactie van Advocaat. Van Ooyen. Van Ooyen, kapbeweging. Handig, heel gemakkelijk langs de tegenstander. Hier komt de eerste kans voor VVV. En die gaat er ook niet in. En zo is het al met al een heel behoorlijk begin van deze wedstrijd tussen VVV en FC Utrecht. Van Ooyen initieert deze aanval. En komt dan met deze beweging vrij gemakkelijk langs de tegenstander, Gavory. En dan ontstaat de grootste kans daar in tweede instantie voor Opoku. De bal is over de zijlijn geweest. En die bal is al heel snel genomen. Dat heeft Utrecht niet in de gaten. Hier is Joosten. Joosten niet door de benen van Jensen. Tweede mogelijkheid, VVV. Daar werd Utrecht eigenlijk verrast door de ballenjongen. Seuntjes. Seuntjes, voorzet, Mlapa niet. Dat uitverdedigen is hopeloos en nu gaat hij er wel in. Bij de derde kans is het raak. Komt VVV via Opoku op 1-0. En helemaal aan het begin van dit doelpunt. De voorassist van een venloze ballenjongen. Ja, de vraag is natuurlijk of de bal op het juiste plekje op het veld genomen werd. Daarna gebeurt dit allemaal. Met het uitverdedigen van Gavory dat natuurlijk hopeloos is. Hetzelfde geldt voor Van Overheem. Tikt hem zo voor de voeten van Opoku. Er gaat wel het een en ander mis bij Utrecht achterin in deze situatie. En dit is dat jochie wat die bal heel snel leverde. Waardoor VVV indirect dus op 1-0 kon komen. Kijk eens wat ik heb gedaan, jongens. Het is bijna assist. Dat is goed gedaan door Kerk. Bazour kan nu tempo maken. Baai Bek is mee. Bazour kan het ook zelf doen. En dat doet hij ook. Dat doet hij voortreffelijk. En zo is het 1-1. In een zeer vermakelijke eerste kwart in de koel. Uitstekend doelpunt van Utrecht. Van Bazour. Die ook profiteert van de loopactie van zijn ploeggenoot. Hij dacht het gerepareerd te hebben, Opoku. In een eerdere situatie. Daarna deze versnelling van Bazour. Baai Bek maakt ruimte. En Bazour rond het vakkundig en vooral heel rustig af. Als Dekker zich er in deze situatie niet voor kan gooien. Komt VVV weer met Seuntjes. Blok, Seuntjes nog een keer. En de redding die geweldig is van Jensen. Want hij is onderweg naar de andere hoek. Seuntjes. Slalom het door 3. En Seuntjes nog een keer. Van Ooyen. Joosten met het schot. En Joosten met een voortreffelijke goal. 2-1 VVV. Door de huurling van Utrecht. Hij was er al een paar keer nadrukkelijk naar op zoek, Joosten, naar de ruimte om na een individuele actie uit te kunnen halen. Die ruimte is er nu gevonden, als hij daar toch behoorlijk vrij staat. Niemand echt in de buurt. 1 lichaamsschijnbeweging, 1 schot. Blijkbaar een dwarrelbal, want Jensen staat helemaal op het verkeerde been. Hij kan niets doen aan die trap
van Joosten. De bal wordt niet aangeraakt, maar krijgt inderdaad wel een aparte zwabber. Wist je dat je hem snel moest gooien? Ja, ik zag de vlag van de grensrechter naar de kant gaan dat VV bal kreeg. En ik denk, gooi maar. Als hij toch voor de anderen was, dan gooit hij wel terug. En als het dan een doelpunt oplevert, ben jij dus eigenlijk de man van de voorassist. Je had het wel gelijk door, hè? Want je maatjes feliciteerden je al. Ja, ze waren ook wel blij voor me, ja. Maar heeft VVV er nog een beetje betrokken in het feestvreugde? Of dat nog niet, de spelers? Ja, Roel Jansen stak net al een duimpje naar me op. En die vond het ook wel leuk. Als VVV wint, is het mede door jou? Ja, als ik dat mag zeggen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Baaienbeck. Utrecht goed begonnen. Baaienbeck. Dat scheelt niet zoveel. Die bal is nog aangeraakt. En de bal niet alleen, ook Baaienbeck. Schreeuwt het uit van de pijn. Ja, dat is een lelijke overtreding van Koem. Want de noppen van Koem zijn echt 15 centimeter boven de grond. En dan wordt die Baaienbeck vol op zijn voet geraakt. Dat zijn toch tackles die je graag uitgebannen zou willen zien. Ondertussen komt het antwoord van Utrecht. 2-2. Bazour opnieuw. Goeie goal. En deze kun je niet van zeggen dat die uit de lucht komt vallen. Want Utrecht is veel en veel beter dan VVV in de tweede helft. Dat eigenlijk niet zoveel doet. En zo maakt Bazour dus een tweede van de avond. De tweede voor Utrecht. Dan is het weer gelijk. Hij is zeer bedrijvig, speelt een goede wedstrijd. Bazour laten lopen, uithalen met links. Voortreffelijke goal. Buyback, ja. Hoe knullig ook, maar dit is een overtreding. Want Opoku tikte de Fransman even aan. En dat doet hij op wat voor specialisten toch wel een interessante positie is. Koenerstaal organiseert. Bazour lijkt de meest voorname kandidaat te zijn. Krult niet binnen, heeft hij een hattrick te pakken. Bazour, dat doet hij bijna, want hij krult hem op de paal. Nog geen uur onderweg. Utrecht veel en veel beter in de tweede helft. Bijna bekroont Bazour. Een echt uitstekende wedstrijd die hij speelt met een hattrick. Maar er is nog tijd om dat te doen. Gustafsson, goede voorzet en 3-2 Utrecht. Dat kon niet uitblijven eigenlijk. Ja, is het een eigen goal? Maar het is hoe dan ook 2-3. Wat een goede bal zeg van Gustafsson. Dat is nauwelijks te verdedigen. Beetje vergelijkbaar met die bal die Ziyech gaf afgelopen zondag. Met zoveel vaart erin geslingerd, binnenkant wreef. Gaat het dan maar aanstaan om hem te verdedigen. Het was Post die de bal achter zijn eigen doelman werkte. Een eigen doelpunt dus van de captain van VVV. Paas binnendoor, uitstekend. Daar gaat Kleiber. Kerk meldt zich in het 16 meter gebied. Kleiber kan het ook zelf doen natuurlijk. Buitenkant voet. Oh, wat mooi. Wat mooi gedaan door Kleiber in de korte hoek. Onderstal helemaal op het verkeerde been. En wat maakt Utrecht gehaakt van VVV in het eerste gedeelte van de tweede helft. Toch van Stijn is het helemaal kwijt. Nou, dat het toch een heel behoorlijke partij bood in de eerste drie kwartier. Utrecht toen ook wel een iets betere ploeg. Maar daar gaat Kleiber. Simpele kapbeweging. En dan door de benen van zijn directe tegenstander. En Oenerstal helemaal op het verkeerde been voor de 2-4. Van Overhecht, Gustafsson, Bazour. Alle tijd en ruimte op het middenveld. Paasje buitenkant voet is fraai van Bazour. Kerk is veel sneller dan Koem. Girano, Kerk, volgende mogelijkheid voor Utrecht. Kleiber is aangesloten. Baaienbeck kan het ook doen. Ja, VVV wordt echt onder de voet gelopen nu in de tweede helft. Zo doorzichtig in de voeten van Van Overheem. Van Overheem ziet de beweging bij Kerk. Oh, Oenerstal. Die schat dat helemaal verkeerd in. Kerk maakt het zichzelf lastig. Baaienbeck. Baaienbeck. Van der Streek. Van der Streek. En de volgende. 2-5. Wat gaat het hard? Wat wordt VVV hier afgedroogd door een ontketend Utrecht? Was het halverwege voor VVV. Daar gaat Girano Kerk Oenerstal met een inschattingsfout. Dan denk je dat ze hier de zaken wel weer onder controle hebben. VVV. Niets is minder waar.
Want de Limburgers komen werkelijk ieder duel overal te laat. Staan erbij, kijken ernaar op een meter of 2-3 afstand. En dan kan Van der Streek in de korte hoek Oenerstal passeren. Ja, zoals gezegd, de buffer die VVV natuurlijk heeft ten opzichte van de staarploegen, die is echt wel ruim genoeg. 33 punten na 27 wedstrijden. Een paar punten zullen ze in Venlo nog wel gaan sprokkelen. Na Feyenoord bijvoorbeeld, tegen Fortuna en de Graafschap. Voorzet van Dekker Mlapa met de eerste toepoging van VVV in de tweede helft. Kleine 10 minuten nog bij deze hoekschop voor VVV. Mlapa, die is er nog dichtbij en die wordt ook nog aan. Nou ja, dit is natuurlijk een corner. Toch iedereen dat die bal wordt aangeraakt door de verdediger van Utrecht. Kramer buitenspel. Ja, de uitverdediger van VVV houdt ook weer niet over. Dus mag Utrecht het nog een keer proberen. Gaat Kramer naar de eerste paal. En maakt hij daar zijn eerste voor Utrecht. Dan wordt het 2-6. Goed uitgespeeld. Voortreffelijke loopactie van Kramer. Maar je moet ook aantekenen dat het verweer van VVV ook in deze situatie toch tamelijk minimaal is. Kramer stond daar buitenspel bij het vertrekken, maar wordt niet bereikt. Dus ook niet actief. En als VVV de bal dan zo gemakkelijk inlevert. Kijk, daar gaat Kramer. Dekker heeft het nooit in de gaten gehad. Het einde van deze wedstrijd die in de eerste helft gelijk opging. Al was Utrecht wel de ploeg toen met het meeste balbezit. Net iets makkelijker voetballend, maar in de tweede helft was het verschil enorm. Zoals gezegd was Utrecht met name de eerste 25 minuten na rust van een zeer hoog niveau. En was VVV zeer zwak.